Op 14 en 15 september is de Nationale Monumentendag. En ook in het land van Kuik gaat het helemaal los. Ik sta hier in Brabant, maar achter mij ziet u Gelderland. Dat is precies één van de redenen waarom dit de meest belegerde stad is in de geschiedenis van Nederland. U hoort het goed, van Nederland. Graaf heeft geen monumentendag nodig. Het is hier iedere dag monumentendag. Dit is zo magnifiek. Deze muur alleen al. Want Graven, de Graaf zoals het ooit heette, werd toch echt hier beneden, was de eerste settlement. En nu, waarom is het zo hoog? Al die belegeringen, branden, Spanjaarden, Fransen, iedereen kwam hier langs. Altijd weer oorlog. Op het puin en al die branden is het huidige Graven gebouwd. 6 meter hoger dan het was. Dit is een en al geschiedenis. En als je dan van de kade de stad in gaat, dan kom je in één openluchtmuseum. En het is niet dat wij van Omroep Land van Kuik dat zeggen. Nee, dat is een Europese wet. Als je ergens op belangrijk geschiedenisgebied een spade in de grond steekt, dat mag alleen als er geen archeologische resten zijn. Graven mag je nergens zomaar graven, want het is één grote archeologische nederzetting. Eén openluchtmuseum dus. Gaat u mee? De keierscheiters, zo noemden ze de mensen uit Graven vroeger. Van die stadse mensen die al stenen hadden in de straat. En terwijl ik hier loop, loop ik langs een pomp. Oh, 1798 staat erop, zo oud. Hier loop ik om het hoekje. Allemaal fietsen, ik kijk naar de stenen. Dit was vroeger de visafslag. Hier werd de vis uit de Maas, werd hier opgegooid, tjak tjak, schoongemaakt en meegenomen. Verser kan de vis niet worden. En zo is er Graven overal. Het heden ontmoet het verleden. Ja, en dan hier weer midden in het centrum. Het oude stadhuis. Replica uit de 15e eeuw. Gewoon midden in het stadje. Hier zaten burgers gevangen, hier was een vleeshal. En nu is er onder meer het VVV. En daar kunt u natuurlijk alles vragen als u meer wil weten over deze fantastische stad. Wij gaan weer verder wandelen. Ja, en nou lopen we weer op 11 meter hoogte op de vestingwal, de kat. Allemaal bedoeld om al die invasies tegen te houden. De kogels, de stenen, de brandende toestanden. En het mooie is, daarachter is alles bewaard gebleven. Het arsenaal, het kruithuis. Ik zeg u, dit stadje verdient niet een dag, maar een weekend. Ja, wat mag je nou echt niet missen als je Graven bent? Dat is natuurlijk de hamvraag. Antwoord is de hampoort. Die ligt hier achter me dadelijk. En dat was de poort waardoor je de stad in en uit moest. En vergeet niet, het was altijd belegerd hier. Hè? Dus er zaten garnizoenen binnen, garnizoenen buiten. Dus deze poort, ja, die was hermetisch afgesloten. En het mooie is nu, binnenin zit een prachtig museum waar u werkelijk alles kunt leren over Graven wat u wil. Dus misschien een prachtig vertrekpunt, ook voor Monumentendag. Nou zullen sommige mensen denken, ik wil hier veel meer over weten. Nou, dat wilden wij ook, dus wij zijn gaan zoeken. En er is een verhaal gemaakt, een podcastserie over 800 jaar geschiedenis, het verhaal van Graven. Door onze eigen medewerker Peter Linders, die ook voor Omroep Land van Kuik werkt. Gewoon opzoeken, podcast, het verhaal van Graven, 800 jaar historie. Bent u een dagje zoet en u weet niet wat u gaat horen allemaal. Veel plezier met luisteren.